In deze webles gaan we kijken naar opgave 41 van ons boek en opgave 41 heet jodiumpreparaat en het beschrijft de volgende situatie eh, dat we 10 gram jodium hebben van een bepaald instabiel isotoop eh, en dat preparaat geeft dus ook eh, straling af en die activiteit ervan die meten we en die activiteit die loopt en dat weten we natuurlijk al die loopt in de loop van de tijd eh, wordt die minder. En wat blijkt nu het geval te zijn? Vier uur later zal het preparaat een activiteit hebben die 1,43% kleiner is geworden. De vraag is: kunnen we uit deze gegevens de halveringstijd van dit preparaat berekenen? We gaan dat nu eens goed bekijken. Het kan ook. En we gaan als eerst kijken welke gegevens hebben we en welke formule gaan we gebruiken. En dit is de formule die we gaan gebruiken, want er wordt iets gezegd over de afname van de activiteit in de loop van de tijd. En daar hoort deze formule bij. En de gegevens, moeten we even goed kijken, moeten we nu zo gaan rangschikken dat we het ook kunnen invullen in de formule. En in de formule wordt altijd gemeten de activiteit op een bepaald tijdstip vergeleken met de beginactiviteit, die hier 100% is. Wat we gekregen hebben is de afname. Dat moeten we natuurlijk even goed uh, realiseren. Als de activiteit 1,43% is afgenomen, dan hebben we na 4 uur. Nog 98,57% over. Die kunnen we gaan invullen in de formule. Kijk maar even mee. Uh, we gaan de A0 even naar links halen en dan kunnen we de twee percentages gaan invullen. En dan komt eruit uh, dat 0,9857 gelijk moet zijn aan een half tot de macht n. Waarbij n in ons geval het aantal halveringstijden is. Dus we gaan eh, daarna gaan we kijken wat het dan betekent voor de tijd. Maar we gaan eerst het aantal halveringstijden uitrekenen. Nou, hoe kunnen we dit berekenen? Daar hebben we gewoon een handigheidje voor. Dat doen we met de log functie. Want n is dan gelijk aan de log van het getalletje wat voor de streep staat, gedeeld door de log van een half. En dat blijkt dan 0,02 en nog wat uit te komen. En dat kun je eigenlijk natuurlijk wel al achterhalen. Want er is pas heel weinig vervallen. Of er is heel weinig verloren gegaan van de activiteit. Dus je zit nog heel erg ver af van 1 halveringstijd. Want bij 1 halveringstijd zou je al 50% kwijt zijn. En we zijn nu pas iets van 1,5% kwijt. Dus het is maar 200ste halveringstijd dat we hebben. Uh, dat is verstreken. Nou, die 200ste halveringstijd die is gelijk aan 4 uur. En dan kunnen we natuurlijk ook uitrekenen hoe lang 1 halveringstijd duurt. En dat doen we dan met deze verhouding. En dan blijkt dan de halveringstijd gelijk te zijn aan 190 uur. Of als je het gaat uitrekenen in dagen, in 7,9 dagen. Vraag B van opgave 41 gaat over de activiteit. Die is gegeven ook. De activiteit op tijdstip TS0 is gelijk aan 4,6 gigabekerel. Men wil nu weten hoe groot is het aantal instabiele isotopen op tijdstip TS0. Dus ze willen weten, bereken uh, n. En dan hebben we natuurlijk ook een formule nodig. En die formule hebben we ook, want die ziet er zo uit. De activiteit kun je altijd berekenen. En die hangt af van onder andere de hoeveelheid instabiele uh, atomen die je hebt. En dan ook nog de halveringstijd. Die heb je ook nodig. En de ln van 2, maar die is altijd hetzelfde. Die halveringstijd die hebben we net natuurlijk berekend. Die weten we. Die is 7,9 dagen. Maar nu moet je wel even oppassen. Want in deze formule moet de halveringstijd ingevuld worden in seconden, dus we moeten die 7,9 dagen wel even omrekenen naar seconden. En dat blijkt dan 6,93 mal 10 tot de macht 5 seconden te zijn. Dan moeten we ook nog een tweede ding doen voordat we het echt kunnen invullen, want hier krijgen we de activiteit gegeven en we willen de hoeveelheid N berekenen. Om dat netjes te kunnen doen, moet ik eerst de formule omschrijven zodat er staat N is. Als je dat netjes omschrijft dan krijg je het als volgt. N is de halveringstijd gedeeld door de ln2 maal de activiteit. En nu kunnen we alle getallen invullen. Want we weten de halveringstijd en we weten de activiteit. En dan komt eruit dat we een hoeveelheid um, instabiele atoomkernen uh, hebben van 4,6 maal 10 tot de macht 15. Vraag C. Oké, okay, we weten nu hoeveel instabiele atoomkernen we hebben. Maar hoeveel procent is dat van alle jodiumkernen die zich bevinden in die 10 gram? Die zich bevinden in dat preparaat. Dus we krijgen gegeven dat we 10 gram jodiumkernen hebben. En hoeveel procent daarvan is nu instabiel? Waarbij we dus de hoeveelheid instabiele kernen al weten. Want die hebben we net uitgerekend. Nou, om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eigenlijk twee dingen doen. We moeten eerst berekenen hoeveel jodiumatomen uh, zitten er nu in 10 gram. En als we dat weten, dan kunnen we ook kijken hoeveel procent die 4,6 x 10 tot 15 is van dat totaal. Oké, okay, dus hoeveel jodiumatomen passen er in 10 gram? En dat kunnen we vrij eenvoudig doen. Dan heb je je tabellenboek voor nodig? En dan ga je opzoeken wat het massagetal is van jodium. En dat blijkt van van het stabiele jodium blijkt dat 127 te zijn. En als je dat vermenigvuldigt met de atomaire massa eenheid en die haal je uit tabel 7 van BINAS, dan kun je uitrekenen dat 1 jodiumatoom 2,11 x 10-25 kg zwaar is. Nou, als je dat weet, kun je natuurlijk ook uh, uitrekenen hoeveel van die atomen er passen in 10 gram. Dan doen we als volgt en dan zie je dat er 4,7 x 10-22 jodiumatomen zich bevinden in uh, ons preparaat van 10 gram. Nu zijn we nog niet klaar, want uh, we hadden ook al gezien, dat we 4,6 x 10 tot de macht 15 instabiele jodiumatomen hebben. En we willen het gehalte bepalen, het percentage aan instabiele jodiumatomen bepalen. En dat doen we, doen we dan als volgt: we delen die twee op elkaar. We vermenigvuldigen het getalletje met 100%. En dan blijkt dus dat er een heel klein percentage uitkomt. Iets minder dan 1 x 10 tot de macht min 5%. Van alle jodiumatomen in mijn preparaat is ook daadwerkelijk instabiel.